Je hebt een leuk t-shirtje aan feestartiesten.nl. Wat heb je daarmee? Ja, daar heb ik eigenlijk alles mee. 2012 ben ik bij Bert Schenau gekomen en, van Feestartiesten. En hebben we een nummer uitgebracht, Stop die trein. En ja, vanaf die tijd zit ik bij Bert en opwaarts zijn wijnen omhoog. Dus ja, super blij mee. 2012 Stop die trein. Toen kwam Lekker Dood Gewoon erachteraan. Ben ik Hollandse Nieuw mee geworden op Radio NL. Daarna alles gaat op, het is te gek. En nu een nieuwe liefde. Ik ben sinds vorig jaar januari ben ik werkzaam bij Radio NL. En ik zit er in de commercie, accountmanager. In M&M-omgeving en ja, daar verkoop ik de commissies op Radio NL. Ze konden mij als artiest, want ik was nog maar op sollicitatiegesprek bij Radio NL. En op een gegeven moment moest in het Gelderdoom bij de top 15 van de top 100 werd voorafgaand aan het Gelderdoom aan Megi Piratenversnij werd afgespeeld. En Jannes die kon op dat moment niet. En toen was inmiddels al bij Radio NL bekend dat ik een beetje met trots bekend sta als de tweede Jannes. En toen mocht ik Jannes vervangen in het Gelderdoom. In mei kom ik weer mijn nieuwe single uit. Bram Koning heeft hem eigenlijk al klaar. Ik heb de demo al gehoord. En ja, heel langzaam zeker denken we toch aan een album. En die nieuwe single wie er komt, weer een feestnummer of wat gaat het worden? Nee, ik heb nu een paar feestnummertjes gehad. En het wordt nou een keer een serieus nummer met een leuke boodschap.